Proclamatie. Ik, Hans Haspel, de eerste van de carnavalsvereniging de Kladdegatters, geboren in de Uterwaarden van de IJssel. Heerser van de Haspel, beschermheer van Vicky Stoker Nederland en grootcommandeur van residentie Kladdegat. Gelukkige bezitter van vrouwen Sonja en twee adjudantes Brand en Meester. Maar helaas, dat is voor tijdelijk. Hierbij verklaar ik als prins Haspel de eerste het volgende. Ten eerste, dat ik trots ben de scepter te mogen dragen, of te zwaaien, bij de Kladdegatters. Ten tweede, dat aan de bar altijd ruimte wordt gemaakt voor de prins en zijn adjudantes. Ten derde, dat ieder die zijn man of vrouw kwijtraakt, de volgende dag met een nieuwe dient te komen. Ten vierde, dat men volop mag drinken, maar wel uit eigen glas. Ten vijfde, dat het verboden is veel te praten, anders blijven ze zitten met volle biervaten. Ten zesde, laat de carnaval maar lekker gaan, maar zorg dat je als een peert op vier benen die staan. Ten zevende, in Kladdegat is het gezellig en knus, met echte carnavalvieren doen we rond de peperbus. Ten achtste, als je dronken en dan slecht te been bent, ga naar je huisje heen. Ten negende, ga niet een keer als een beest, maar maak van het eerste carnaval een geweldig feest. Ten tiende, het is pas niet om de huis te gaan als de prins en zijn gevolg slapen gaan. Ten elfde, en tevens ons motto, met de adjudanten Meester en Brand zorg ik voor een brandveilig carnavalsland. Zelfs met drank en mooie feesten zeggen we altijd: Brandmeester. Ja!